Als jij naar je loon kijkt, heb je dan de discipline om 10 tot 25 procent van je loon op een aparte rekening te zetten waar je niet aan kan komen? En misschien denk je in het begin, oeh, dan kan ik niet koffies, lunch en weet ik het wat allemaal doen. Maar dat is iets wat de energie vraagt of je wel willend bent om ook te investeren in jezelf. Let op. Als jij namelijk 10 tot 25 procent van je loon op een rekening zet en aan het eind van het jaar staat daar 1000 euro op, laat ik dat zeggen, zoiets. En je koopt een bitcoin. Een halve bitcoin, een, uh, een hele bitcoin, nu niet, maar je koopt een bitcoin. En een bitcoin, is, uh, hoe zeg je dat ook weer, uh, elektronisch geld, en vervolgens gaat die bitcoin uh, fluctueren in waarde. Ja, dus je stapt op een bepaald moment in en een bepaald moment later is het uh, verdrievoudigd. Dus even. Mijzelf als voorbeeld te nemen. Ik had helemaal niet zoveel knaken. Ik had net uh, twee bedrijven. En ik wilde. Uh, mijn vriend van destijds komen. Jo, Marieke, joh, je moet echt in die bitcoin instappen. Dat is echt helemaal super top. En weet ik het wat in een bitcoin was, toen, 250 euro. Dat is zes jaar geleden. Ik vond dat best wel veel geld, 250 euro, 300 euro omdat ik ook bezig was met een, een reisplannen en ik, was, ik had net investeringen gedaan in mijn beide bedrijven. En ik vond het echt, echt lastig. Ik moest er echt heel hard over nadenken. Ik heb er denk ik wel een paar weken over nagedacht. Toen dacht ik, fuck it, oké, okay, weet je, ik doe het. 300 euro heb ik erin gelegd. Mijn ene anderhalve bitcoin, dus ik heb anderhalve bitcoin gekocht. Eén bitcoin is nu 12.500 euro. En ik heb anderhalve bitcoin voor 300 euro. Dus ik heb nu 18.000 euro verdiend. Zoiets. In zes jaar tijd. Dus die 300 euro is in zes jaar tijd 18.000 euro geworden. En dan kan je in de tussentijd. Als je dat geld eraf haalt, 18.000 euro, je zet het op een rekening en je ziet de bitcoin weer dalen, bam, naar 6.000 euro. En dan koop je dus van dit investeringsgeld, wat je dus op die aparte rekening houdt, pak je dus 6.000 euro en zet je er weer in en dan vervolgens gaat die weer omhoog. En dan haal je het er weer uit als het op een bepaald punt is en zet je dat weer apart. En zo ga je dus meer geld verdienen. Zo ga je meer geld ook aantrekken. Geld trekt geld aan. Dat is ook wel een hele fijn om te weten. Geld trekt geld aan. Daarom bedoelde ik ook dat symboliek met die huisdier. Dus als ik goed ben voor mijn geld, ik zet geld apart, ik heb ander, uh, verschillende spaarrekeningen um, en daar komt een amount of money op te staan. In de een zit 100 euro, in de ander zit 50 euro, in die andere zit 1000 euro, in die andere zit 2000 euro. En daar ben je een paar jaar zo mee bezig. Dan ga je merken dat er ook meer geld naar je toe komt. Je krijgt misschien een promotie. Je krijgt misschien een andere baanoffer. Uh, je gaat voor jezelf starten. Of je hebt een onwijs leuke sitehandel uh, uh, daarnaast gekregen. Misschien krijg je wel wat van de Belastingdienst terug. En je zet al dat extra geld steeds op die bankrekeningen neer. Geld trekt geld aan. Want elke keer als jij naar je app kijkt op je bankrekening. en je denkt: wow, dat is a lot of money. Was relaxed. Ga, ga jij je mind. Ook denken in overvloed. Wow, ik heb echt heel veel geld. Wow. En ook in het begin. Hè? 100 euro is gewoon 100 euro. 100 euro wordt weer 200 euro. Ja, en, en hoe snel je dat dan ook doet, dat is weer aan jou. En ook aan je slagenstrook. Maar zet eerst met het begin 10 tot 20, 25 procent apart. En ga eens kijken waar je dan uiteindelijk volgend jaar of over twee jaar wil eens in wil gaan investeren. Zodat het geld voor jou gaat werken. Want geld wil voor jou werken. Het is niet dat jij moet werken voor je geld. Dat is wat we allemaal geleerd hebben. We hebben allemaal geleerd om teringhard te werken voor mijn geld. Er zijn hele overtuigingen. Ik had er zelf ook eentje. Echt een grapje was, was dat. Als vrouw zijnde vrouw, moet ik echt fucking hard werken voor een dubbeltje. Welke vrouw die nu dit hoort, denkt niet, fuck, dat had ik ook. Please, say yes in the chat. Ik had die in mijn eerste bedrijf. Kwam ik erachter, was ik zo fucking moe. Echt zo, zo moe. En toen dacht ik, wow, ik denk echt dat ik heel hard moet werken voor heel weinig geld. What the fuck? Dat is gewoon iets wat je gedacht hebt. Dat straal je ook helemaal uit. Ga je nog harder werken voor nog minder geld? Nee, geld trekt geld aan. En hoe meer geld ik ga vragen, hoe meer geld er komt. Hoe meer ik weer kan investeren, hoe meer het geld weer voor me gaat werken. Maar geld werkt voor jou. Not the other way around. People.